خلوني بحالي وحدي ومرتاح مالي. Sprookjesachtig en schizofreen op hetzelfde moment. De oude stad van Damascus in kerstsfeer. In de verte klinkt soms artillerievuur. Maar rondom de kerstboom lijkt dat even ver weg. As you see, it's nice, quiet and lovely. And you see all the decoration. We live the spirit of Christmas these days. I like it. Dit is Ruta. Dit deel van de stad waar nog zo'n 400.000 mensen vastzitten. Een belegerd deel, een belegerde wijk van de stad. Er zitten dus mensen vast. Medische zorg, voedsel, komt maar mondjesmaat de wijk in. En het is ook niet veilig om nu de wijk in te gaan. Het is zelfs niet veilig. Het wordt ook niet toegestaan om nu hier met de camera te gaan staan en dit op te nemen. The situation is extremely challenging. There is a lack of food, there is a lack of medicine, there is a lack of basic supplies, and it's for people who have been living under siege in many cases for many years. De wijk Ruta in het oosten van de stad wordt al ruim 3 jaar omsingeld en bestookt door het Syrische leger. In het gebied zitten rebellen die nog steeds stand houden. Daarom wordt de meeste hulp tegengehouden. Volgens hulporganisaties zijn honderden kinderen onder voet. What is really required is that the siege be broken so that people can move freely and so that humanitarian supplies can move freely in order to help people who are in desperate need of assistance. Ook al ziet het er nu in de oude stad sprookjesachtig uit, ook hier vielen kort geleden nog mortieren, die juist weer werden afgevuurd vanuit die omsingelde wijk, slechts een paar kilometer verderop. بيصير في قذائف انا اولادي بمدرسه الرعايه اوقات بتوقع قذائف حوالي المدرسه وبنحس بهذا الخوف بس دائما نحن يعني مثل اللي عاش بالازمه صار يحسب حساب انه نحن ممكن نتعرض نحن ما عايشين بعالم من الامان والسلام ما كنت تكوني وكيف ما بدك تكوني